en superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En het is weer woensdag, dus dat betekent dat er een nieuwe update is uitgekomen. En deze keer is er weer een hele leuke update uitgekomen met nieuwe missies en dingen die we moeten gaan zoeken. En een soort van werkplaats. Nou, het is allemaal super nieuw en ik ben heel benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien. Heb jij nou heel erg veel zin in deze video? Net zoals ik, doe dan een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. En ik zit hier toevallig in Fort Pinta en dat komt wel mooi uit, want we moeten hier naartoe. Dus ik ben toevallig heel erg in de buurt. En het leuke aan deze nieuwe missie is, tenminste er zijn volgens mij twee missies. En het eerste gedeelte van die missie, die kunnen niet Star Riders ook spelen. Dus eindelijk een keer een update voor mensen die geen Star Rider zijn. Dat is wel heel erg leuk. En het tweede gedeelte van de missie, als je dus echt dingen moet gaan zoeken en dingen moet gaan maken in de werkplaats, dan moet je volgens mij wel Star Rider zijn. Maar goed, het is dus iets heel nieuws op Star Stable. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er precies uit gaat zien en wat ik precies allemaal kan verwachten. Want ik heb nou niet echt een idee van wat ik nou ga doen. Dus ja, we gaan het vanzelf allemaal zien. We zijn in de buurt. Het heeft te maken met Farah. En er is trouwens ook een nieuw huisdier. Dus ik hoop dat we die ook gaan zien. Wow, het is hier... Wow, wat ligt hier allemaal op de grond? Het is hier in ieder geval al super druk. En zo te zien heeft Farah het een en ander verloren. Want hier ligt een boek en daar ligt ook een soort van boomstam. Nou, oké. Okay, we gaan maar gauw naar haar toe. Want ik ben wel heel benieuwd wat deze missie allemaal in gaat houden. Nou, even kijken. Farah, waar ben je? Oh, hier ligt ook weer wat. Nou, ze is wel lekker aan het strooien, hoor. Daar. Oh, daar. Oh, daar staat ze. Zit ze op een paard. Wat staat hier nou weer? Huh? Oh, oké. Okay. Oh, er gebeurt wat. Oh, kijk, daar hebben we Farah, als ik het goed uitspreek. Oh, dat paard is echt vet mooi wat voor die trailer staat. Voor die huifker. Oh, wacht, dat paard heb ik ook. Dat is een tinker. Oh, hallo Farah. Oh ja, trouwens, ik zit op mijn nieuwe paard, Vanilla Cake. Jullie hadden gestemd dat ik op mijn nieuwe paard moest rijden. Dit is Vanilla Cake, mijn Engelse volbloed. Ik denk, ik geef hem nog even wat aandacht. Hij is level 1 en heel boos. En ik heb hem verzorgd op half eten, want daar had ik geen zin in. Oké, Farah, je hebt vast niet ergens een vlechtand met 4 punten zien liggen. Vlechtand, wat is dat? Hij lijkt een beetje op een korte vork. Nee? Oh jee, help Farah om haar verloren spullen terug te vinden. Nou Farah, die hebben we wel gevonden. Oh kijk, daar is het nieuwe huisdier. Een L. Wow. Oh, die ziet er zo leuk uit. Oh. Ik lette eigenlijk niet op wat zij aan het zeggen was. spullen voor mijn nieuwe werkplaats. Ik heb daar een leuk stukje land gekocht aan de oevers van de Silversongrivier. Oh, je moet eerst de spullen terugvinden die van de kar zijn gevallen. Oké, okay, nou, let's do it. Oké, okay. Ik ben benieuwd hoeveel spullen ze dan wel niet hebben verloren. Oh, hier op de kaart kan ik het zien. Er zijn er niet zo heel veel. Je hebt verzameld 1 van de 5. Oké, okay, nou, dan gaan we weer door. 5 spullen. Nou, ik dacht echt wel dat we meer spullen dan 5 zagen liggen. Hier, deze hebben we ook gezien. Oké, okay, we hebben alle spullen van Farah gevonden. Het waren zeg maar precies de spullen die we net ook al tegenkwamen op de heenweg. Oh, dat paard is leuk die dat meisje heeft. Oké, okay, ik ben heel benieuwd wat we nu moeten doen. Waar zijn die spullen? Ze liggen ook niet meer in die huifkar of zo. Oké, okay, we hebben alles. Wat een mazzel dat jij langskwam. Oh, nu zit het ineens in die kar. Zo van boef. Alles lijkt weer helemaal in orde. Nou, praat opnieuw met Farah. Ben je klaar om te reizen? Oh, de beest heet Toby. Oeh, hij zegt alleen maar oeh, oeh, oeh. Ik vind het gewoon spannend dat we eindelijk mijn droom gaan maken, bla bla bla. Oh, dus zij gaat nu naar Veeldeel toe. Nou leuk, mogen we mee? Mag ik mee in die car? Ik heb geen zin om te rijden. Nee, ze gaat gewoon weg zonder mij. Heb ik ook maar 5 muntjes gekregen voor het zoeken van al haar spullen? Nou, de volgende keer mag ze me lekker zelf zoeken, Farah. Ze zegt gewoon weg. En waar zijn al die mensen die hier om mij heen stonden? Die zijn ook weg. Oh, nu moet ik helemaal naar Veeldeel. Kijk. Oh, ik denk dat dit... Ja, oh, ik snap het. Dit gedeelte van de missie, dit is dus het eerste gedeelte. En dit kunnen niet Star Riders doen. Maar het is ook zo klaar. Het is echt heel snel klaar. Dus nu moet ik hierheen. Ik zet even zo'n scheetstraal. Dus kijk, daar zit hij nu. En als je dus geen Star Rider bent, dan kan je dit gedeelte niet meer doen. Dus blijf lekker deze video kijken. Want dan weet je of het vervolg de moeite waard is. Ik denk het wel. Ik ben heel benieuwd wat we gaan doen. Jongens, aankomende zaterdag om 12 uur, als mijn nieuwe video online komt, dan komt er ook een hele speciale, coole aankondiging. Ik ga niet verklappen wat het allemaal is. Ik ga gewoon niks zeggen. Ik zeg gewoon, zet zaterdag om 12 uur in je agenda, want er komt een aankondiging voor iets... Ik ga het niet verklappen. Gewoon zaterdag 12 uur, zet het in je agenda. En ik denk dat jullie het allemaal wel heel erg leuk gaan vinden. We zijn aangekomen in het prachtige Veeldeel. En hier zie ik onze grote vriendin Farah al staan. En het gekke is, iedereen is verdwenen sinds ik die missie, ja, daarmee ben gestart. Dus dat is heel erg gek. Oh, hé, dit winkeltje is nieuw. Ja, wow, ze hebben dit gebied veranderd. En hier is een soort van
Weet ik niet, maar er is iets veranderd. Dus heeft die car heeft ze daar geparkeerd. Dat heeft ze ook knap gedaan. Nou, oké. Okay. Praat opnieuw met vader. Oké. Okay. Als je mijn kleren ziet, zou je misschien niet zeggen dat ik opgegroeid ben in Jorvikstad. Nee, het is ook zeg maar niet de meest mooie outfit. Maar oké. Okay. Oké, okay, bla bla bla. Oh, hier is iedereen ineens. Wow. Oh, weggegaan uit Veeldeel. Waarom? Nou, Farah, zeg even waarom je bent weggegaan uit Veeldeel. Nou, ik lees de missies niet. Oh, ik wil alleen maar meer weten over die L, want ik wil die L ook. Oh, we moeten dus helpen om Farah haar droom waar te maken. Nou, oké, okay, Farah, tell me, wat moeten we doen? Dit is mijn droom, Zoe. Ik hoop dat je... Oh, hé, hey, die zin zeg ik net letterlijk ook. Dat ging niet helemaal goed, oké. Okay. Sorry, maar ik geloof dat ik een klant zie. Nou, Farah, ik zie wel meer klanten en ze hebben allemaal een blauwe trui aan. Praat opnieuw met Farah. Nou, Star Stable, echt creatief ben je niet. Hé, dat is die vent in de jurk. Ik ben bang dat ik geen kruidenthee meer heb, maar ik kan zo wel wat nieuwe thee regelen. Oh ja, dat moet ik natuurlijk doen. Even kijken. Weet je wat? Sowieso moet ik die thee gaan zoeken. Ik weet het zeker. Zij is natuurlijk te lui om dat te doen. Volg Farah en ontdek welke ingrediënten je kunt wild plukken op Jorvik en hoe je ze kunt gebruiken. Nou, oké, okay, het is dus niet helemaal, maar we moeten haar volgen. Je hebt 2 stengels echte kamille nodig. Volgens mij is er een veldje in de buurt van een afgebrand huis aan de weg naar het zuiden. Daar kwam ik net vandaan! Moet ik daarheen? Ik heb dit kastje gemaakt met allemaal verschillende materialen die je op Jorvik kunt vinden. Laten we ze samen doornemen. Oh, de eerste is vlas, een wonderbaarlijke plant. Je kunt de vezels van de stengel gebruiken om linnen mee te maken. Met de zaden kun je lijnzaadolie maken. Wauw, oké, okay. Ik ga het nooit onthouden. De volgende is de Jorvigiaanse versie van het riet dat ze ook wel jute noemen. Van deze stevige, veelzijdige plant kun je touw- en jutezakken maken. Oké, okay, mooi voor je. Dat ziet eruit als mini-dennenbomen. Ik laat wat voorbeelden achter die je op je gemak kan bekijken. Oké, okay, ja, doe dat maar, want dan hoef ik jouw gepraat niet aan te horen. Binnenkort leer je hoe je deze ingrediënten moet bewaren. Maar nu hebben we een plant voor Avalon's bestelling nodig. Zoek echte kamille. Oké, okay, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Oh, ja, gevonden. Ik zocht dus zo'n plant met witte bloemen en hier is de eerste. Wow, kamille. Ik hoop echt dat ik het goed uitspreek. Oké, okay, we moeten er 2. Oh, daar zie ik er nog 1. Ja, want ik wist dus niet meer waar dit was. Maar ik wist nog dat ik last van afgebrand huis. En toen dacht ik nog van, maar daar ben ik net langs gelopen. En daar was het gelukkig. Dus eigenlijk is het wel handig als je starrider bent en je kijkt deze video voordat je zeg maar zelf de update hebt gedaan. Dan weet je gewoon waar alles ligt. Dus die gekke bloemetjes die liggen hier. En nou moet ik weer terug naar Farah, want Avalon had die bloemen besteld. Als ik het nog allemaal goed zeg. Nou, tante Farah, kijk eens, hier heb je je bloemetjes. Zo, oké. Okay. Ik krijg ook echt maar heel weinig geld hiervoor, de hele tijd. Voor de thee van Avalon moeten we zorgen dat deze ingrediënten volledig tot hun recht komen. Ik denk dat het tijd is voor de volgende fase van mijn droom. Bla, bla. Die zin was echt heel raar. Help Farah bij de installatie van de werkbanken en ontdek meer over ambachtelijke producten. Oké, okay, het is echt een soort van... Ja, weet ik niet. Dit is echt zoiets raars van Star Stable. Dit is weer nieuw, maar ik vind het op zich best wel leuk. Welkom bij de werkplaats. Ik wil je technieken delen waarmee je ambachtelijke producten kunt maken met duurzame ingrediënten. Wow, ja, de bedoeling is dus dat je dan steeds opdrachten moet doen. En dan moet je dus dingen zoeken, zoals die planten. En dan moet je dus steeds bestellingen maken. Zoals dus een bestelling voor die Avalon. Alleen... Dan op een gegeven moment, als je verder komt in het spel, dan kan je dus ook kleren gaan maken voor je paard en voor jezelf. Tuig voor je paard is dan wat ik bedoel. En uiteindelijk kan je dus ook voor die L gaan. Als je dan zoveel dingen hebt gemaakt, dan kan je dus die L gratis krijgen. Dus die wil ik natuurlijk heel graag, want die L vind ik leuk. Maar ik denk dat het net zoiets is als voor de, als met die andere missie voor het gratis paard. Dat het super lang duurt voordat je die gratis L krijgt. Maar goed, misschien krijgen we wel in deze video. You never know. Maar we moeten dat eens even proberen. Dit is de werkbank voor de zadelmaker. Oké. Nou, nice. Oh, op de werkbank voor levensmiddelen maak je producten voor bestellingen. Oké, ik heb dus die werkbanken gemaakt en nu moet ik iets bouwen of zo. Nee, ik moest die thee maken, dat was het. Oh, plant en dan wordt thee. Verrijst, maakt, kruidenthee. Wow, oké, doe het. Maak het. Wow, recept en uitvoering. Kruidenthee. Wow. En nu? Wow, kijk die handen van de poppetje. Wat? Jullie horen de klok trouwens. Wat was dat? Heb ik het nu af?
Je kunt altijd meer producten maken met de ingrediënten die je op Jorvik vindt, ook buiten de missies om. Ja, leuk. En nu selecteer een bestelling op Farah's bestellingenbord en gebruik de producten die je hebt gemaakt. Maar ik heb volgens mij al mijn producten al gebruikt, want al die thee is zeg maar op. Is dit haar mooie bord? Oh ja. Avalon heeft kruidenthee nodig. Oh, je krijgt geld. Oh nee, jij wilt 20 muntjes. Nou, dat is ook niet echt veel. Heb ik me daar zo voor uitgesloofd? Prima, je hebt je aangemeld om kruidenthee naar Avalon te brengen. Ik neem aan dat je hem weet te vinden. Ja, vaste klanten hebben een postbus waarin je de bestelling kan achterlaten. Die ziet er zo uit. Oh joh, dus ik hoef helemaal niet naar die vent toe te lopen. Terwijl die vent gewoon letterlijk aan de andere kant van de brug woont. Maar we hoeven het gewoon in de brievenbus te doen. Waar is de brievenbus eigenlijk? Oh, daar. Nadat je een opdracht op het bestellingenbord hebt geaccepteerd, plaats je de bestelde producten in de postbus. Oh, jongens, ga niet allemaal in de postbus staan. Hallo, waarom doet hij het niet? Moet ik nou ineens wel naar die ding? Waarom kan ik hem... Avalon, je thee, je bestelling is klaar. Kom je thee afhalen, anders koelt je thee af. Ivy, ga nou niet precies in de brievenbus staan. Nou, hij doet het niet. Oh... Huh? Ze zat ik gewoon bij de verkeerde brievenbus. Nou hier, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Wat brengt jou naar mijn huisje, Zoe? Je gaat me toch niet vertellen dat de runestenen weer zingen? Ik kom alleen maar thee brengen. Doe niet zo eng. Ik heb de kruidenthee die je had besteld. Ja, inderdaad. Nou, wat heerlijk. Nou, fijn voor je. Alsjeblieft. Mag ik nu mijn geld? Of XP, wat ik er ook voor kreeg. Ik ga denk ik volgende week even van server veranderen. Want dan wordt het weer wat rustiger bij de missies. Want het is nou wel echt druk. En dat vind ik wel leuk. Alleen dan zie je niet zoveel van de missie. Dus ik ga volgende week denk ik weer wisselen van server. Ik zeg er niet even welke server, want daar moet ik even over nadenken. Maar ik ga niet meer op deze server. Want dit is te druk. En dan kan je niet zoveel meer zien van de missie. Oh, kijk. Ineens is iedereen ook verdwenen toen ik dat zei. Dat is echt zo raar. Maar kijk, ik heb de werkplaats nu geopend. En dit is allemaal wat ik kan maken en wat ik moet doen. Als ik dan allemaal van die planten geef, dan krijg ik 50 bonuspunten bij Farah's werkplaats. Maar ik weet niet precies wat het mij nou oplevert. Het pad van de leerling. Wat moet ik nu doen? Ik kan je op dit moment niets nieuws leren. Je kunt het bedrijf verder laten groeien. Oh, ik snap het al. Kijk, ik moet dus dit allemaal gaan zoeken. Dan krijg ik dus die punten. En die punten die zijn dus nodig. Zodat dit hartje verandert in een uitroepteken. Dat je weer gewoon een missie kan doen. Want ik ben blijkbaar nog niet zo ver. maar dit kan ik wel doen. Hey, kijk eens. Dit levert wel veel geld op. 170. Mevrouw heeft kruidenthee nodig. Nou, die willen we wel maken. Alleen, hoeveel hebben we daar dan voor nodig? Want nou heb ik dus die... Huh? Hoeveel thee moet ik nou maken? Oh, wacht. Of twee... Moet ik dan twee van die dingen? Oké, wat is de bedoeling hiervan? Oké, wat gebeurt er als ik hierop klik? Kunnen we dan iets cools maken of zo? Iets nieuws? Oh, wow! Wow, dit kunnen we allemaal maken. Maak, draagtas. Maar wat heb je daar precies aan dan? Oh, maar dat is misschien voor de mensen die dan... Kijk, want als ze nou weer kruidenthee willen maken... Oh, dan hebben we twee van die plantjes nodig. Oké, en een doek? Ja, maar wat moet je daar weer mee dan? Oh, maar er staat hier ergens die L, denk ik. Dan kunnen we hier toch ergens die L mee maken? Oh, je hebt hier nog geen procedes vrijgespeeld? Hoe spreek je dat nou weer uit? Dus, dan niet. Nou zeg. Dus dan moet ik volgens mij eerst al deze dingen maken. Dat is best wel veel. Hey, een staldeken. Dat wil ik maken. Wat krijg je? Een staldeken? Cool. Dat wil ik eens maken. Krijg je dan echt een deken voor je paard? Nee, dat kan niet. Ik vind het wel cool uitzien dit allemaal, hoor. Ik vind het wel leuk. Alleen, het duurt best wel lang dus voordat je die andere werkplaatsen krijgt. Maar ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het wel een leuke missie. Wow. Ineens verdween iedereen. Of kwam iedereen weer tevoorschijn. En als ik dan hierin ga... Oh, dan gaat iedereen weer weg. Oh, dat is best wel handig. Want anders kan ik gewoon niet zien wat ik aan het bouwen ben. Yo, bro's. Daar ben ik weer. En nu ga ik weer weg. Dit is echt raar. Maar kunnen die mensen mij dan wel zien? Volgens mij niet, hè, als ik hier ben. Ik denk dat hoe je deze missie het beste kan spelen... Want ik ben nu weer eventjes twee van die bloemetjes aan het halen... Zodat ik thee kan maken voor die mevrouw. Want dan krijg ik dus 170 muntjes. En dat wil ik wel. Die wil ik wel, zeg maar. Maar ik denk dat de tactiek is hoe je dit spel het beste kan spelen... Deze missie is niet door er bewust naar op zoek te gaan... Maar door gewoon op Star Stable je paard te trainen... Of andere missies te doen. En dan kom je... heus wel in Jorvik die gouden glitterdingetjes tegen. En dat is dan iets... Ja, dat is dan een ingrediënt. Want die ingrediënten die kun je dus op het hele eiland Jorvik vinden. Dus zeg maar, op heel Star Stable kun je die dingen vinden. Dus dat betekent dat als jij gewoon een keertje aan het rondrijden bent in Star Stable... en je ziet wat glinsteren, dan kan het een ingrediënt zijn. En dan heb je hem toevallig gevonden, terwijl je gewoon bezig was met wat anders. Dus ik denk dat dat een beetje de manier is hoe je dit het beste kan spelen. Zeg maar, ja, het is natuurlijk niet supersnel... maar dan hoef je niet heel Jorvik door te rennen naar die planten. Want je komt
komt ze gewoon steeds toevallig tegen. Ik denk dat dat een handige tactiek is. Maar ik ben ook geen expert. Oké, we gaan weer twee mooie theetjes maken. Oké, maak kruidenthee. Oké, doe het. Doe het. Woe. Woe. Mooi. Wow. Oké, we hebben nu kruidenthee en dan krijg ik nu 170 muntjes als het goed is. Het zou wel leuk zijn als je bij die andere tafels kon zien wat je allemaal kon maken. Want nu stond er dus zo'n melding van je hebt nog niet vrijgespeeld, je moet eerst die andere vrijspelen. Maar ik zou wel willen weten wat je dan bij die tafels precies kan verdienen. Want stel, je krijgt hele lelijke spullen. Ja, waarom zou ik deze missie dan nog doen? Dus dat is wel een beetje gek. Hé, trouwens, waarom moeten we voor die oma kamillethee maken en bloemen zoeken terwijl haar hele tuin vol staat met die schijnbloemen? Moet je kijken. Hier staan ze en daar staan ze. Ze heeft ze gewoon in de eigen tuin. Ze is gewoon hartstikke lui. Nou, oké. We krijgen wel veel geld van haar. Oké, bla bla bla. Is mijn bestelling er nu al? Je bent echt snel. Ha, ja, ik ben echt snel. Ik zei het toch. Woe, volgens mij heb ik heel veel geld nu. Ja, ik heb niet gezien dat het erbij kwam, maar dankjewel mevrouw. Ik heb heel veel geld verdiend. Dat is wel mooi. 170 muntjes, dat is wel mooi verdiend. Ja, dan was dit eigenlijk de update van deze week. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze update vinden. Ik vind het wel een hele leuke update, want ik vind het wel leuk om dingetjes te zoeken en dat je er dan weer iets leuks voor terugkrijgt. Alleen ik weet niet of ik dit dan echt vaak ga doen. Het is wel leuk om tijdens livestreams met z'n allen te gaan doen. Ik wil trouwens binnenkort weer gaan livestream, hoor jongens. Dus wees gerust, er komt binnenkort weer een livestream. Maar goed, ik wil jullie nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. En als het zo was, doe dan zeker eventjes een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook niet om te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Dat zou ik super leuk vinden. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug. Ja, in de volgende video. Dan doen we nog een steiger. Oh ja, zaterdag om 12 uur, hè? Nou, doei doei!